Fijn dat je er allemaal bent. 145 deelnemers, er komen er misschien nog meer binnen. We gaan een bijzondere avond beleven op dit webinar over de vraag wat de wetenschap nodig heeft. Het vuurwerk is verboden door de overheid, maar waarschijnlijk gaan we vanavond toch nog een beetje vuurwerk proberen te organiseren voor u allemaal. Want we gaan het hebben over de toekomst van de wetenschap. Hoe kunnen wij op een goede en verantwoorde manier vormgeven aan de wetenschap in Nederland? Het rommelt namelijk nogal. Er is een pamflet uitgebracht met 40 stellingen over de wetenschap. Door 3 wetenschappers die hier ook aanwezig zijn, waarvan 1 ervan ook het woord zal voeren, het openingswoord zelfs. Om de zorgen te uiten die toch wel vrij breed blijken te leven over de wetenschap. Hoe democratisch zijn we eigenlijk nog? Hoe moet het met die enorme toenemende studentenaantallen en achterblijvende financiering? Hoe moet het eigenlijk verder met het toch behoorlijk hiërarchische systeem in de wetenschap? En met ook het neoliberale model waarin de wetenschappers zichzelf maar moeten bewijzen in een sfeer van open competitie. En dus eigenlijk steeds harder en harder en harder gaan werken. En dus eigenlijk ook behoorlijk goed presteren. Ook al worden ze naar hun eigen gevoel soms wel een beetje uitgebuit. Grote vragen die in het pamflet aan de orde komen, die ook vragen misschien om grote antwoorden, of juist wel niet. In ieder geval die vragen om een fundamenteel debat. En dat debat gaan we vanavond voeren met een aantal kernspelers uit de wetenschap. Ineke Sluiter, de president van de KNW. Rianne Letschert, de rector magnificus van de Universiteit Maastricht. Stan Gieden, voorzitter van NWO. Pieter Duizenberg, voorzitter van de VSNU. Kernspelers uit de wetenschap die allemaal een verantwoordelijke rol hebben om te zorgen voor de wetenschap, voor hoe we de wetenschap vormgeven. Die allemaal ook zullen antwoorden op het betoog waarmee we zullen openen door Ingrid Robijns. Ingrid Robijns, hoogleraar ethiek van instituties en een van de 3 auteurs van het manifest of van de 40 stellingen over de wetenschap. De andere auteurs zal ik later aan u voorstellen als ze ook gaan deelnemen. Remco Breuker, Rens Bot. Met deze 3 mensen gaan we in debat over de toekomst van de wetenschap. U kunt ook vragen stellen aan de sprekers, allemaal. Er is een Q&A-functie die u kunt benutten onderaan het scherm. Geeft u alsjeblieft aan wie uw vraag is gericht. Dan kan die persoon ook zelf uw vraag beantwoorden. Incidenteel zal het zelfs lukken misschien om een vraag vanuit de Q&A naar het plenaire debat te halen. Maar ga ervan uit dat uw vraag ook online beantwoord kan worden. Alleen de beantwoorde vragen worden zichtbaar. En zo hopen we toch op een goede manier alle perspectieven aan bod te kunnen laten komen op deze avond. Nou, na deze korte inleiding denk ik dat het hoog tijd wordt om het woord te geven aan Ingrid Robijns. Die, zoals ik al zei, een van de auteurs is van het manifest, het pamflet met de 40 stellingen over de wetenschap. En die ons kort mee zal nemen door de hoofdlijnen van het pamflet. Ingrid, mag ik jou het woord geven? Ja, dankjewel Peter Paul. En dankjewel aan jullie allen om hier vanavond aanwezig te zijn bij het 2e landelijke debat over het boekje 40 stellingen over de wetenschap dat Rens Bot, Remco Breuker en ik bij het begin van dit academisch jaar gepubliceerd hebben. En voor ik iets wil vertellen over de inhoud van het boekje en het waarom we het geschreven hebben, wil ik eerst iedereen erop wijzen dat sinds een paar weken het boekje gratis te downloaden is van de pagina van de uitgeverij Boom. Ik wil ook de 4 organisaties bedanken die de Open Access publicatie mogelijk gemaakt hebben. Dat zijn de vakbond FNV, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht. En wij waarderen het dat zij op deze manier ook bijgedragen hebben aan een breder debat over de stellingen die in het boekje staan. Ik wil ook nog benadrukken dat Rens en Remco en ik zelf alle 3 actief zijn binnen WO in Actie, maar dat dit boekje niet op naam van WO in Actie is geschreven. Het is geen pamflet van WO in Actie. De reden daarvoor is eigenlijk heel pragmatisch. Omdat WO in Actie geen formele organisatie is, was het ook voor ons moeilijk om te bedenken hoe gaan we nu goedkeuring vragen aan iedereen binnen WO in Actie. En bovendien hebben we dit geschreven in best penibele omstandigheden, namelijk in het voorjaar. En we waren eigenlijk al lang heel erg blij dat het er aan het begin van de zomer lag en in eind augustus gepubliceerd is. Want de timing van dit boekje is cruciaal. We willen namelijk nu, in aanloop naar de verkiezingen, over de staat van de universiteiten een debat. Wat zijn de belangrijkste punten van ons boekje? Nou ja, eigenlijk elk van de 40 stellingen vormen samen de inhoud. Maar laat ik gewoon even de grote lijnen eruit halen. En ik denk als we het in 1 zin zouden kunnen proberen samen te vatten, dan gaat het boekje over de vraag,
Wat is er nodig opdat de universiteit weer hersteld kan worden tot een gezonde en bloeiende institutie die belangrijk is voor een welvarende samenleving en een democratische samenleving? En dat heeft dan verschillende onderdelen waar we die problemen zien. We zien dat veel problemen op de universiteit terug te voeren zijn tot de onderfinanciering van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Die onderfinanciering is in Nederland ondertussen best dramatisch. Het gaat over, afhankelijk van de schatting, tussen 1,15 miljard, dat was de schatting toen WO in actie begon, maar goed, ondertussen zijn de studentenaantallen nog gestegen, tot de 1,5 miljard structureel, dus per jaar, wat het cijfer is van de VSNU. En toch doen de Nederlandse universiteiten het eigenlijk best heel erg goed. Het onderwijs is van hoog niveau en in de internationale rankings staan de Nederlandse universiteiten altijd heel hoog. Er zijn weinig landen die zoveel universiteiten zo hoog in de rankings hebben staan. De samenleving kan veelvuldig beroep doen op de kennis die aan de universiteiten wordt geproduceerd en doet dat ook. Zowel als je het hebt over bedrijven en organisaties, maar ook over feiten en duidingen die in het publieke debat gegeven worden door wetenschappers. Dus wetenschappers zijn gewoon betrokken bij de samenleving. Hoe kan dat dan, dat het zo goed gaat en tegelijkertijd er 1,5 miljard structureel tekort komt? En dat is de tragedie van de samenleving, van de universiteiten. Namelijk, ondanks jarenlang forse en aanhoudende onderfinanciering doen we het ontzettend goed, alleen maar doordat er systematisch roofbouw gepleegd wordt op het wetenschappelijk personeel en het ondersteunend personeel. Omdat het systeem van wetenschapsfinanciering ons ook in steeds toenemende mate van competitie tegen elkaar opzet en op die manier gewoon ons ook heel veel, wat je zou kunnen zeggen, nutteloos werk laat doen. En dan hebben we het over de hele grote aantallen, hele goede projectvoorstellen die niet gefinancierd worden, waar we het ook later vandaag ongetwijfeld nog over zullen hebben. En goed, dat doen we dus al vele jaren, maar op een bepaald moment is de rek eruit. En daar, denk ik, beginnen we nu echt steeds meer signalen van te zien. We zien steeds meer collega's met burn-outs, klachten van uitputting. We horen het ook dat het de studenten treft. Want het is natuurlijk zo dat onderfinanciering heel lang is opgevangen, als je het hebt over de kwaliteit van het onderwijs, doordat de docenten hun onderzoekstijd gebruikten voor hun onderwijs en hun onderzoek in hun vrije tijd deden. Maar op een bepaald moment is ook die rek eruit. Dus ik denk dat we ons ook zorgen moeten gaan maken over de kwaliteit van het onderwijs als dit zo nog heel lang verder gaat. Het is toch belangrijk om ook op te merken dat we in het boekje niet alleen hebben over geld. Geld is één van de thema's in het boek, maar we hebben het ook over de andere problemen. Wij denken dat er ook een structuurverandering en een cultuurverandering moet komen aan de universiteiten. Het gebeurt nog te vaak dat er afdelingen zijn waar er een angstcultuur heerst. En het is best tragisch dat we om de zoveel tijd in de media onderzoeksjournalistiek moeten lezen die daar weer een voorbeeld van geeft. Er is sprake van machtsmisbruik en er is te weinig democratie. En dat vatten we samen onder het label of onder het kopje dat we vinden dat universiteiten te hiërarchisch zijn. Dat zie je op heel veel verschillende fronten. Waarom bijvoorbeeld kunnen we niet zelf onze rectoren kiezen? Wie is die raad van toezicht waar de CVB's verantwoording aan afleggen? Wie van jullie, die hier vanavond bij is, die op een universiteit werkt, wie van jullie kent de mensen die in jullie raad van toezicht zitten? In andere landen gebeurt dit soms anders en daarom gaat het daar niet slechter. Bijvoorbeeld in Vlaanderen, maar ook andere buitenlandse universiteiten, worden de rectoren verkozen. Waarom dan hebben wij zo'n hiërarchisch systeem? Neem ook bijvoorbeeld het promotierecht. Binnen onder jonge wetenschappers, maar ook onder hoogleraren en iets oudere wetenschappen, is er jarenlang ook actie gevoerd om het promotierecht te verbreden. Dat is nu verbreed van hoogleraren naar UAD's. Sommige universiteiten hebben dan ook hele strenge voorwaarden voor UAD's het promotierecht te krijgen. En als je dan naar het buitenland kijkt, dan zie je dat universiteiten, ook universiteiten die bij de Europese top horen, die geven gewoon aan iedereen die geschikt wordt verklaard voor een bepaald proefschrift, promotierecht. Dus daar wordt gewoon case by case gekeken. Ben je als begeleider geschikt voor dit promotietraject? En dan kunnen dus UD's ook promotierecht krijgen.
En dat zijn een paar voorbeelden van hoe je ziet dat er een doorgeschoten hiërarchie is aan de Nederlandse universiteiten. Wij vinden daarnaast ook dat universiteiten te veel bestuurd worden als een bedrijf. Maar, en dat is de eerste stelling van ons boekje, de universiteit zou geen bedrijf moeten zijn. De universiteit is een gemeenschap. Een gemeenschap van denkers, van mensen die kennis produceren en mensen die opgeleid worden in de wetenschappelijke manier van denken en van onderzoeken. En dit is het punt waarop je natuurlijk kan zeggen, ja, dit is een probleem voor de hele publieke sector. Want de hele publieke sector, dat zijn allemaal onderdelen die geen bedrijf zijn. Maar je ziet steeds vaker dat daar volgens bedrijfsmatige principes geopereerd wordt. Dat wordt dan gecombineerd met een landelijk beleid waarbij universiteiten tegen elkaar opgezet worden als concurrenten. Sommige onderdelen van de financiering, daar word je niet betaald per student die je opleidt, maar bijvoorbeeld voor een marktaandeel van in een bepaalde groep waar als universiteit op het onderwijsveld. En het is eigenlijk die combinatie van toegenomen competitie, steeds grotere studentenaantallen, ook wel wat we toch wel zien, een obsessie met rankings onder een aantal bestuurders, rankings, branding, marketing. Dat leidt ertoe dat een hoop van het werk dat wetenschappelijk personeel en ondersteunend personeel dat ze zouden moeten doen, dat echt tot hun kerntaken behoort, niet of niet adequaat vergoed wordt. De overheid financiert een deel van de studenten waar wij les aan geven en die studiepunten behalen niet. Dus dit is heel bijzonder. Is er een andere sector in Nederland waar werk geleverd wordt dat niet vergoed wordt? Vinden wij dat acceptabel? Dus stel je voor, je hebt drie kinderen naar de kapper en je zegt tegen de kapper, oké, die eerste twee die ga je knippen, die ga ik betalen en dat derde kind, ja, daar moet je knippen, maar die moet je gratis knippen. Dat is toch evident voor iedereen dat zo niet werkt. Je wordt betaald voor het werk dat je levert. Waarom vinden wij het dan wel normaal dat een deel van het onderwijs geven niet vergoed wordt? Dus daar, denk ik, zitten ook vragen in over wat voor soort structuren en manieren hoe dat we het opgezet hebben wij geaccepteerd als normaal. Wij zijn, Rens, Remco en ik, zijn niet de eerste en ik ben bang ook niet de laatste die schrijven over de problemen in het wetenschappelijk onderwijs. Er zijn al eerder uitgebreide kritieken op de universiteit geleverd in boeken van Floris Cohen, Eelco Runia, Ruud Abma, Chris Lorenz en nog anderen. Wat bij ons echter wel centraal staat, is dat we niet alleen een analyse willen maken, maar ook concreet willen proberen om wetenschappers en studenten en bestuurders in beweging te brengen. Om te zorgen, dus noods af te dwingen, dat er iets verandert. En onze visie daarbij is dat er zonder activisme niets gaat veranderen en dat iedereen daarvoor verantwoordelijkheid draagt. Het is met dit breed oproepen tot activisme waarmee we met de hulp van de vakbonden, want dat zijn tot nu toe eigenlijk toch wel de grootste allies geweest van WO in Actie, dat we proberen onze doelen te bereiken. We hebben in het verleden met WO in Actie petities opgestart. We hebben overal te landen openluchtcolleges gegeven. We hebben op een stampvol plein in Leiden een alternatieve opening van het academisch jaar verzorgd. We hebben meermaals in petit comité met de minister gepraat. We hebben witte stakingen georganiseerd. We hebben aangifte gedaan bij de arbeidsinspectie, dat loopt nu nog. Wij praten ook met politici onder vier ogen of acht ogen. En we schrijven natuurlijk ook stukken in kranten waarin we ongezouten onze mening geven over wat er volgens ons verkeerd gaat en wat we zouden moeten doen. Dat is allemaal activisme en dat doen we met z'n allen en daar hebben we ook iedereen voor nodig. Ik rond af, want mijn tijd zit erop. 10 dagen geleden hebben Rens, Remco en ik een stuk geschreven in NRC Handelsblad, nogmaals een opiniestuk, waarin we deze keer de universiteiten opriepen om van strategie te veranderen. We weten en allemaal, en dat waarderen we ook, en dat meen ik ook echt als ik dat zeg, dat we dat waarderen. We weten dat de KNAW, de VZNU en vele anderen al jarenlang lobbyen en rapporten schrijven en allerlei werk proberen te doen achter de schermen. Dat is prima en dat is nodig. Maar we hebben helaas tot nu toe geen evidentie dat dat voldoende zoden aan de dijk zet. En het lijkt ons daarom belangrijk dat we ons als Nederlandse wetenschappers en als studenten niet alleen de vraag stellen, hoe gaat het met de universiteiten en wat moet er veranderen? Daarover moeten we een gesprek voeren. Maar we moeten ook de vraag stellen,
Welk soort acties moeten we ondernemen om die doelen te bereiken? En ik hoop dat we daar ook vanavond met z'n allen over kunnen praten. Dank u wel. Prachtig, Ingrid. Ik probeer mijn video te starten, maar op een of andere manier krijg ik niet de toestemming van het systeem. Dus ik praat eventjes tegen jullie zonder video. Ja, nu ben ik volgens mij in beeld. Dankjewel, Ingrid. Een heel helder en ook alarmerend verhaal. Achterblijvende financiering, uitputting van wetenschappers, misschien achterblijvende kwaliteit van onderwijs steeds meer, hiërarchie. Veel grote vragen. Je draagt het rode vierkantje van WO in actie. Ik vergat je eigenlijk helemaal ook aan te kondigen als een van de trekkers van WO in actie. Maar misschien ook wel goed, want je schrijft het manifest niet namens WO in actie, maar met jullie drieën. Maar natuurlijk wel in lijn met wat daar gebeurt. Ik denk een heel helder verhaal. Een verhaal wat in ieder geval vraagt om antwoorden, om inzichten in de vraag in hoeverre herkennen de mensen dit beeld in brede zin. En ook wat voor antwoorden zouden we mogelijkerwijs kunnen vinden op deze grote problemen die jullie hebben aangereikt. We hebben vier mensen die hierop gaan reageren. En de allereerste is Ineke Sluiter, de president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Overigens ook het huis van deze bijeenkomst. Waarvoor heel veel dank. Heel fijn dat we juist bij de KNW dit debat kunnen voeren. En Ineke zal, net als alle anderen, in ongeveer 7 minuten op je reageren. Wat inzichten aanreiken. En we gaan het debat met z'n allen pas voeren nadat alle vier sprekers zijn geweest. En mensen die verder kijken, alsjeblieft blijf doortypen in de chat met de vragen die je zou willen stellen aan de mensen die hier het woord voeren. Ineke, mag ik jou uitnodigen om jouw reactie te geven op het pamflet en op het verhaal van Ingrid? Ja, heel graag. Dankjewel, Peter Paul. Ja, ik wil om te beginnen Rens, Remco en Ingrid heel erg hartelijk bedanken. Ingrid wijst er terecht op dat er al veel rapporten liggen en ook boeken liggen waarin de problemen waar de universiteiten mee kampen eloquent uit de doeken wordt gedaan. Vaak ook in langere stukken proza uit de doeken wordt gedaan. Het grote voordeel van jullie pamflet is precies dat het een pamflet is. Het is lapidair, er zijn stellingen en die zetten de zaak nog een keertje op scherp. Dus ik geloof erg in wat jij zegt, Ingrid, dat er ruimte is voor complementaire actie van de organen en de instituties die we hebben, die dat allemaal langs de kanalen die daarvoor zijn ingericht kunnen proberen voor elkaar te krijgen met meer of minder succes. En vormen van activisme. En deze president van de KNAW is in andere hoedanigheid ook een Athena's Angels. Angel, dus ik snap ook die activistische houding. En eerlijk gezegd heeft de dag van vandaag ook wel een beetje aanleiding gegeven om daar meteen iets over te zeggen. En dat gaat over de interactie van de politiek en wat er in het hoger onderwijs gebeurt. Er is een prachtig nationaal actieplan voor diversiteit en inclusie. En de Tweede Kamer heeft vandaag alle moties aangenomen die agenda zoveel mogelijk uitkleden. Er mogen geen diversity officers worden benoemd. Er mag geen kenniscentrum worden opgericht op dit onderwerp. Nou, dat is natuurlijk chockerend. Ik wilde dat toch hier even vermelden, omdat het ons ook niet altijd eenvoudig wordt gemaakt als kennisinstellingen, kennissamenleving, om op de juiste dingen gebaseerd nieuwe politiek te voeren. Het thema waar ik speciaal even op in wil gaan vandaag is jullie stelling 8. Het onderwijs kan niet zonder het onderzoek. En nou is dus weer het nadeel van een pamflet met lapidaire stellingen dat de uitwerking daarvan dan ontbreekt. Dus ik zou iets willen zeggen over waarom dat nou eigenlijk precies zo belangrijk is. De verwevenheid van onderwijs en onderzoek, dat is iets waar veel over gepraat wordt. Het wordt een waarde gevonden. Maar wat is eigenlijk het belang daarvan, ook voor de studenten? Nou, de kern zit wel in het feit dat een universiteit daadwerkelijk een gemeenschap is van onderzoekend ingestelde wetenschappers en studenten. En dat we in dat universitair onderwijs niet alleen de onderzoekers van de toekomst opleiden, dat doen we natuurlijk, en dat is ook belangrijk, maar veel belangrijker is dat veel van de mensen met hun academische graad
als kritische burgers de wereld ingaan, op allerlei plekken terechtkomen en daarmee het fundament kunnen vormen van onze kennismaatschappij. En waarom is het nou zo belangrijk dat zij in een onderzoeksrijke omgeving zijn opgeleid, in direct contact met onderzoekers? Nou, dat is eigenlijk omdat veel van de academische vaardigheden, en dat is het niveau waarop we mikken bij het afstuderen, eigenlijk een heel grote mate van overlap vertonen met onderzoekvaardigheden. Dat begint er al mee dat je een vraag moet kunnen articuleren, dat je met je nieuwsgierige houding kan kijken naar de wereld en een vraag zodanig kan articuleren dat hij je toestaat om onderzocht te worden, in plaats van dat je er alleen maar een mening over ventileert. Je moet in staat zijn om je materiaal te zoeken, informatie te vinden en dat ook te beoordelen op bijvoorbeeld waarheidsgehalte of op relevantie. Je moet argumentaties kunnen opstellen en ook beoordelen op geldigheid. Je moet besef hebben van de historische en culturele processen waar je zelf middenin zit, inclusief de rol van taal en discours. En dat geldt niet alleen voor geesteswetenschappers. Dat is allemaal nodig als achtergrond voor een evenwichtige oordeelsvorming. Ook een belangrijke academische vaardigheid. En het rapporteren daarover op een transparante manier. En je moet ook inzicht hebben in de processen, inclusief de groepsprocessen, waarmee wetenschappelijke kennis tot stand komt. Dat zit altijd in een context en een besef hebben van de waarde en de plaats van wetenschap in een kennissamenleving. Dus er is een grote cohesie tussen de onderzoekvaardigheden en de algemene academische vaardigheden. En waarom is het dan zo belangrijk dat er een onderzoeker voor de collegezaal staat, voor die wederzijdse informatie? Nou, dat is voor een belangrijk deel omdat zo'n docent een bepaalde attitude, een bepaalde houding voorleeft. Er is zoiets als een hidden curriculum. Dus een student krijgt heel veel mee dat niet in de studiegids stond. En dat heeft veel te maken met het aanleren van attitudes, het ontwikkelen van een nieuwsgierige en kritische houding. Dat belang van de verwevenheid van onderwijs en onderzoek, dat kan niet overschat worden. Dat is een van de redenen waarom bij het nadenken over de financiering van universitair onderwijs het zo belangrijk is dat elke docent ruimte heeft om zijn eigen of zijn of haar eigen onderzoek te laten informeren door onderzoek. Daar zou eigenlijk altijd een opslag onderzoekstijd op moeten zitten. De KNAW heeft daar in haar laatste advies, het rapport Wekhuizen over het Rolling Grant Fonds, tot op zekere hoogte invulling aan willen geven, doordat de fondsen die daar via de eerste geldstroom ter beschikking worden gesteld aan het onderzoek, het universitaire onderzoek, dat daaraan als conditie is verbonden dat degene voor wie dat geld bestemd is, altijd ook een onderwijstaak moeten hebben. Juist om die verwevenheid van onderwijs en onderzoek handen en voeten te geven. Daar wil ik het voor nu bij laten. We gaan het ongetwijfeld ook nog over andere onderwerpen hebben. Het belang van de verwevenheid van onderwijs en onderzoek. Ik denk dat ik hiermee niets tegenspreek uit jullie pamflet. Dus het gaat niet er alleen maar om dat we elkaar met elkaar in die zin in debat gaan vanavond. Ik denk dat dat een heel centraal begrip is. Dank. Heel helder verhaal, Ineke. Waarvoor heel veel dank. Onderwijs en onderzoek horen bij elkaar. Zonder een goede onderzoeksbasis kun je geen goed onderwijs geven. Vooral omdat je niet kunt voorleven wat die wetenschappelijke attitude betekent in de brede zin van het woord. Niet alleen maar een goede wetenschapper zijn, maar ook in staat zijn om je werk in de context van de samenleving te plaatsen. Een heel helder betoog. Dank je wel daarvoor, Ineke. Mijn handen jeuken om te reageren, maar dat ga ik niet doen. We gaan eerst alle commentaren horen. En de volgende spreker is Rianne Letschert, hoogleraar victimologie aan de Universiteit Maastricht. Rector magnificus van de Universiteit Maastricht. Oud-voorzitter van de Jonge Academie, een verleden dat wij delen. En ik ben heel benieuwd naar jouw inbreng. Rianne, the floor is yours. Dankjewel, meneer de voorzitter. Ben ik goed verstaanbaar? Ik denk het wel, hè? Ik heb het al 180 keer geprobeerd, dus het zal vast gaan lukken.
Goedenavond, beste mensen. Wat fijn dat we op dit tijdstip over dit soort belangrijke thema's met elkaar in gesprek mogen. Ik ga mijn timer zetten, Peter Paul. Ik ken mezelf. Voor je het weet moet jij mij gaan muten en dat zou jammer zijn. Voor degenen die mij kennen, die weten dat ik de afgelopen maanden of misschien anderhalf jaar heel veel praat over ons erkennen en waarderen programma. Daar ga ik een klein beetje iets over zeggen, maar niet de hele tijd. Want ik wil voornamelijk reageren op de stellingen die in het pamflet staan. En ik zal dat doen vanuit mijn perspectief dus als bestuurder van een universiteit. Die wel ook een stevige facultaire achtergrond natuurlijk heeft. Waar ik 15 jaar tot bijna 20 jaar hoogleraar ben geweest en alle trappen heb doorlopen binnen onze sector. Ik ga niet praten over meer geld in onze sector. Dat gaat Pieter namelijk doen. Dus we hebben het ook wel een beetje met elkaar verdeeld. Maar ik zal niet ontkennen dat dat iets is wat we natuurlijk allemaal al proberen te belobbyen de afgelopen, nou ja, wat is het? Nou ja, heel veel jaren. Maar nogmaals, Pieter gaat daar straks iets meer over vertellen. Ik zal inzoomen op de organisatievorm en het aspect van leiderschap, wat ook in het manifest veel naar voren komt. Want ik zie daar veel knelpunten. Maar die weeg ik wel anders dan dat de drie auteurs van het manifest doen. Of ik voorzie een andere oplossingsrichting. En ik wil ook kritisch in onze eigen spiegel kijken. En in onze eigen spiegel bedoel ik intern. In hoe wij intern met elkaar de dingen doen. En dan heb ik het over structuur en ook cultuur, wat Ingrid net ook terecht zei. En nogmaals, ik heb dus 20 jaar facultair perspectief. Wat ik nu kan vergelijken en kan toetsen misschien toch ook wel met de kennis en ervaring die ik nu opdoe op centraal niveau. En ik kan jullie vertellen, dat is echt een hele andere werkelijkheid. En het klinkt gek, maar toch voelt het voor mij ook zo. Als ik kijk naar hoe ik, toen ik facultair medewerker was, me altijd tegen het centrale niveau afzette, consistent, arrogant soms ook, en ik nu op deze stoel zit, wel eens denk, oh god, dat heb ik toen eigenlijk helemaal nooit op die manier kunnen doorzien. Dus dat zul je af en toe ook door mijn verhaal heen horen. Waarbij ik ook wil zeggen dat het perspectief van de bestuurder soms anders is dan die van een wetenschapper. En dat ook de vragen en uitdagingen die in mijn dagelijkse werk nu voorbij komen, soms toch ook wel anders zijn. Ik wil ook, voordat ik ga beginnen, heel veel waardering uiten voor jullie manifest. En Ineke zei het net ook al, ik denk dat we dat alle vier gaan zeggen. Jullie enorme inzet voor de goede zaak is werkelijk ongekend. Daar heb ik echt heel veel respect voor. En ik deel dan ook veel van de waarden die jullie schetsen. Zoals bijvoorbeeld onafhankelijkheid, daar kan niemand het mee oneens zijn. En zoals Ineke net ook terecht zegt, en jullie in je pamflet, dat wetenschappelijk onderwijs niet zonder onderzoek kan. Dus ook in de basis ben ik het daarmee eens. Overigens hoeft dat wat mij betreft niet voor het hele curriculum. Want docenten die voornamelijk vanuit hun docentencapaciteiten worden aangesteld, kunnen een hele mooie toevoeging zijn ter bevordering van onze onderwijskwaliteit. Maar dan moeten we hen ook wel carrièreperspectief bieden. En dat doen we nu wat mij betreft te weinig. En ook daar komt dan toch even het erkennen en waarderen. Beoogt juist meer variëteit in carrièrepaden te creëren. En vanuit mensen hun talent en hun kracht bij te dragen aan die verschillende kerntaken van de universiteit. Wat uiteindelijk hopelijk ook tot minder prikkels gaat leiden, die uiteindelijk iedereen maar in een bepaalde competitiedrang aanzetten tot het doen wat ze aan het doen zijn. Ik ben het ook eens met jullie pleidooi om meer vaste contracten te geven. Maar die verantwoordelijkheid die ligt niet alleen bij bestuurders, college van besturen of decanen. Wat ik merk in mijn werk centraal, en dat hebben jullie natuurlijk in de faculteiten niet anders gezien, is dat veel budgetten decentraal belegd zijn. Soms heeft ook iedere faculteit of zelfs individuele eenheden een totaal ander verdeelmodel. Waarbij soms hoogleraren op bergen geld zitten die niet geïnvesteerd worden. En als je daar als centraal bestuurder zou willen proberen aan te komen, nou, dan kun je zeker je LinkedIn-profiel online openzetten, zoals ik schetsend op Twitter zei toen ik de uitnodiging aan dit debat aannam. Ook zijn er heel veel verschillen tussen disciplines. Ik denk dat we dat ook niet moeten onderschatten als het gaat over de mogelijkheden om vaste contracten te kunnen bieden. En dus ook de mogelijkheden tot investeringen. Die zijn enorm als ik dat vergelijk binnen de 6 faculteiten in mijn eigen instelling. Ik zeg niet dat dat goed is, hè, maar ik zeg wel dat daar ook bepaalde extra dimensies aan de problematiek daardoor op tafel komen die we onder ogen moeten zien. Ik bijvoorbeeld als rechtswetenschapper was volkomen afhankelijk van derde geldstroomonderzoek.
en kon zonder dat soort geldstromen überhaupt mijn onderzoek niet meer doen. Dat is heel anders dan als ik bijvoorbeeld kijk in mijn faculteit geneeskunde of biomedische wetenschappen, waar de investeringen echt niet te vergelijken zijn. Maar even over dat punt van die vaste contracten, de eigen budgetten van de eenheden die daar soms naar mijn smaak echt te lang op zitten, verhinderen heel vaak het geven van vaste contracten. Tweede punt, de universiteit als een bedrijf. Jullie zeggen daar best wel veel over in je pamflet. Hè? Het zou niet zo moeten worden ingericht. Het staat haaks op een organisatie die gedomineerd wordt door management en bureaucratie. En de leden van de gemeenschap verdienen het vertrouwen dat ze de opdracht van de universiteit serieus nemen. Ik quote even jullie manifest. Ik ben uiteraard, dat zou gek zijn als ik dat niet zeg, uiteraard vertrouwen op de inhoud. Maar dat neemt voor mij niet weg dat als wij met elkaar bepaalde processen efficiënter gaan inrichten, we uiteindelijk ook geld binnen de sector overhouden die we kunnen investeren in juist die doelstellingen waar we het volgens mij allemaal mee eens zijn. En ja, dan komt dus hier dat perspectief van de bestuurder die jullie wellicht wat akelig gaan vinden. Maar ik noem een paar voorbeelden van thematieken en onderwerpen waar we echt met elkaar en niet individueel en ook niet per eenheid veel meer afstemming moeten zoeken binnen de universiteit. En dan noem ik bijvoorbeeld de enorme uitdagingen die ons voorstaan als het gaat over ICT-investeringen. Ik kan jullie vertellen dat toen wij gehackt werden vorig jaar, dat wisten we natuurlijk voor een deel al, wij er nog meer met onze neus op de feiten werden gedrukt, dat wij binnen faculteiten eigenlijk iedereen lieten knutselen aan allerlei ICT-systemen, servers. Het was een soort trui met 1000 mouwen, die allemaal eigen licentiekosten met zich meenamen, eigen beheer. En dat was een van de kwetsbaarheden waardoor we gehackt werden. Maar als je kijkt naar de kostenkant van dat verhaal, dan is dat enorm. En als je dat wat verder zou kunnen gaan harmoniseren om ook zo de kwaliteit van die digitale infrastructuur te vergroten, zouden we hele grote stappen kunnen zetten. Maar je wil niet weten hoeveel verzet je krijgt als je dat soort processen zou willen harmoniseren. Want dan is het antwoord, dat komt aan de autonomie van de wetenschapper. Ik was zelf ook zo. Ik zei precies hetzelfde. Laat mij mijn eigen communicatiekanalen kiezen. Laat mij mijn eigen drukwerk kiezen. Laat mij mijn eigen servers kiezen. Laat mij mijn eigen ICT-apparaten kiezen. Ik was dus precies zo. Maar ik zie nu ook de andere kant van die houding en wat dat ook in de financiële cijfers betekent. Dat wil ik toch noemen. Laatste punt, leiderschap en sociale veiligheid. 7 minuten is echt kort, Peter Paul. Jullie spreken over gekozen bestuurders. Een decaan is geen beroep, maar een rol, en houden een pleidooi voor amateurisme. En dat moet leidend zijn bij het bestuur. Ja, ik wil decanen, ik noem even decanen, dat is mijn eerste managementlaag waar ik natuurlijk dagelijks mee verkeer. Ik wil decanen die de passie hebben om op deze manier vorm te geven aan academic citizenship, maar ook die competenties hebben. Ik wil niet de hoogleraar die een keer aan de beurt is. Ik wil niet de zwakste broeder, want dat is zo fijn voor de zittende hoogleraren, want dan hoeft er niet zoveel veranderd te worden. Of iemand die moeilijke gesprekken schuwt, omdat hij toch weet dat hij na zoveel jaar weer opnieuw onderdeel is van de academische gemeenschap. Dus je moet wel echt een hele rechte rug hebben. Wil jij de moeilijke, uitdagende taak als decaan, maar misschien zelfs ook als collegelid durven aangaan. Overigens zijn de meeste van onze lectoren actieve wetenschappers. En dat geldt niet alleen voor mezelf, maar dat geldt voor bijna iedereen. Dus nee, ik wil echt een decaan die we kiezen op basis van competenties, die ook beseft hoe moeilijk die taak is. Laatste punt, en dan sluit ik af. Dat heeft te maken met jullie manifest als het gaat over, of jullie pleidooi rondom sociale veiligheid. Ik denk dat we allemaal elke keer weer enorm geraakt zijn als we zien dat er weer verhalen naar buiten komen over langdurende patronen en vormen van sociale onveiligheid op de werkvloer. Ik zal jullie vertellen, als rector krijg ik met dat soort casuïstiek te maken op het moment dat het escaleert, dat het soms al jaren, zelfs tientallen jaren speelt, en dat hele afdelingen of faculteiten hebben weggekeken. En ik geloof dus niet in nog meer processen en nog meer functionarissen en nog meer protocollen, want die hebben we. Ik geloof wel in goed leiderschap. En goed leiderschap, dat geldt niet alleen voor mij als bestuurder of als een decaan. Dat geldt ook voor de hoogleraren, dat geldt ook voor de UAD, dat geldt ook voor de UD. En of we er gaan komen door de hele hiërarchie eruit te slopen, en dat betekent dus ook af van die rangschikking van UD tot hoogleraar, waar bijvoorbeeld ook de Jonge Academie mee bezig is, dat weet ik niet. Wat ik wel weet,
is dat goed leiderschap ook begint bij jezelf. En dat ik daardoor zou hopen dat ook door middel van het erkennen en waarderen programma we daar veel meer aandacht aan besteden en mensen ook veel meer ontwikkelen om leiderschapscompetenties ook daadwerkelijk je eigen te maken en ook mensen aan te spreken op gedrag wat gewoon niet hoort. We durven elkaar aan te spreken als het gaat over wetenschappelijke credentials, maar we durven elkaar niet aan te spreken als het gaat over gedrag. Maar daar kijk ik iedereen in deze Zoom op aan. En niet alleen de decaan en niet alleen de bestuurder. Dat moet voor ons allemaal gelden. Dus ik ben het niet helemaal met jullie eens dat dit alleen maar iets is van de hooggeplaatste en de hoogleraren. Dat is werkelijk waar wat van PhD tot mij als uiteindelijk eindverantwoordelijke rector gedragen moet gaan worden. Als laatste, ik hoop eerlijk gezegd ook dat naar aanleiding van deze avond, ik vind het nogmaals heel fijn ook dat jullie mij wilden uitnodigen, dat we gaan proberen om meer samen op te trekken. Wat Ineke net terecht zei, we hebben de politiek niet aan onze kant. Er is steeds meer een drang om proefballonnetjes op te gooien of op te blazen, op incidenten te reageren. En de verdeeldheid die je soms ziet tussen WO in actie die de bestuurders probeert weg te zetten of andersom, dat gaat ons niet helpen. Dus ik hoop dat we ook een manier gaan vinden om gezamenlijk ten strijde te trekken, om de terechte punten die jullie in je manifest aanhalen met elkaar aan te gaan. En dan zal ik nu echt stoppen. Dankjewel. Dankjewel, Rianne. Een heel helder verhaal. Een pleidooi voor leiderschap en ook een pleidooi voor de openheid, voor de uitdagingen die leiderschap met zich meebrengt, denk ik. Vaste contracten zijn belangrijk, maar niet altijd even makkelijk om ze te realiseren. De universiteit is geen bedrijf, maar vergt er ook wel een bepaalde mate van bedrijfsmatig management. Leiderschap is bovendien een vak en niet per se iets alleen maar voor amateurs. En leiderschap is nodig voor sociale veiligheid. Heel helder, denk ik. Ook een mooi verhaal in balans met de andere punten, die de uitdaging alleen maar des te scherper op tafel legt. Heel veel dank daarvoor, Rianne. De volgende spreker is Stan Gielen, de voorzitter van NWO. De financier van de Nederlandse wetenschap, althans één van de, maar wel een hele belangrijke, een hele grote, die ongetwijfeld ook vanuit dat perspectief zal gaan reageren op de 40 stellingen. Stan, welkom en the floor is yours. Oké, dank je allemaal. Laat ik ook beginnen met Ingrid, Remco en Rens te danken voor hun initiatief. Ik denk dat het heel goed is. En ik was gevraagd om te reageren op de 40 stellingen. Daar kun je over al die stellingen kun je iets zeggen. En ik heb, het leek mij goed om twee punten eruit te pakken. Ik heb zo mijn eigen stellingen gemaakt naar eind daarvan. En dat heb ik zo gedaan omdat ik denk dat voor een deel liggen de problemen buiten ons. Maar voor een deel zijn we ook zelf verantwoordelijk voor de problemen die er zijn. En vandaar dat ik twee stellingen had. Voor veel publieke taken worden in Nederland ondergefinancierd. En de verschillen tussen beta, alpha, gamma zijn slechts gedeeltelijk het gevolg van de wetenschap zelf, maar daar zijn we zelf schuldig aan. Laat ik eerst het eerste punt pakken. Ik durf te stellen dat diverse publieke taken in Nederland ondergefinancierd zijn. Denk aan de zorg, denk aan justitie, defensie, onderwijs. Dus als wij meer geld willen hebben, en ik denk dat terecht is, want de wetenschap wordt ondergefinancierd, dan geldt dat voor veel anderen. En eigenlijk, denk ik, als wij die casus willen maken, zullen wij er ook echt een goede casus moeten onderbouwen naar de overheid toe. Maar het is nog veel meer alleen dan een kwestie van geld. Ik denk dat er veel meer dingen spelen. Ik denk aan de incidentenpolitiek van de overheid. Als er ergens in de wetenschap ergens fraude is gepleegd, dan wordt dat in de Tweede Kamer uitvoerig besproken. En ik durf te stellen, dus uiteraard terecht, als er fraude is, dat moet meteen aan de kaak gesteld worden. Maar ik durf te stellen dat het in de regel toch incidenten zijn en door de bank genomen de meeste wetenschappers hardwerkende, integere mensen zijn. Ook een vorm van micromanagement. Ineke noemde het straks al. Ik vind het is te gek dat er in de Tweede Kamer wordt gesproken of er wel of niet diversity officers moeten worden aangesteld bij de universiteit. Dat zien we ook terug in andere opzichten, in het feit dat rollen niet altijd goed worden opgepakt. Als ik praat over NWO, NWO is een ZBO, een zelfstandig bestuursorgaan. Maar een groot deel van het budget, 75% van het budget van NWO, is geoormerkt door de overheid. En dat betekent dat eigenlijk zou NWO de instantie moeten zijn die het beste zicht zou moeten hebben op hoe wij de beperkte middelen voor onderzoek zo goed mogelijk moeten
kunnen inzetten. Maar dat kunnen we niet, want het meeste is geoormerkt. En ik denk ook dat voor een deel de balans tussen de middelen alfa, beta, gamma. Ik vind het een terechte vraag, ligt dat bij de instellingen of ligt het bij de overheid? En dan denk ik met name aan de discussies rondom Van Rijn, waarbij de commissie Van Rijn heeft geadviseerd een overheveling van alfa, gamma en medisch naar beta, technisch. De vraag is, waar ligt die? Als universiteiten kerntaak hebben als onderwijs en onderzoek, moet dan de overheid bepalen hoe die verdeling moet zijn? Een ander belangrijk punt vind ik de tijdconstante in het systeem. We hebben ieder 4 jaar een nieuw kabinet. Ieder kabinet komt met nieuwe plannen over onderwijs. Met name onderwijs is daar dankbaar onderwerp. Maar tussendoor worden er veranderingen doorgevoerd. Denk aan de discussie over Van Rijn en de interne verschuivingen. Het doet me denken aan toen Erik Akkerboom, hoofd van de politie in Nederland, werd aangesteld en de opdracht kreeg om gigantisch te bezuinigen. En 3 maanden later kreeg hij de opdracht om 700 extra mensen aan te trekken, politieagenten voor cybersecurity. En hij dus de uitspraak deed, zo kan ik niet een solide organisatie opbouwen en de expertise opbouwen die ik nodig heb. Ik denk dat voor de wetenschap precies hetzelfde geldt. Ander punt, overheid is geneigd extra taken neer te leggen bij universiteiten. Denk aan valorisatie, kennisbenutting, op zich prima, maar dan moet je er ook extra middelen bij beschikbaar stellen. Dat gebeurt niet. En een heel groot gevaar, het komt in heel veel stellingen terug, door de hoge druk, de geringe middelen en gewenst op snel resultaat, staat juist het budget voor ongebonden fundamenteel onderzoek in Nederland enorm onder druk. Dat over wat er buiten ons ligt, maar er liggen ook binnen de wetenschap zelf, denk ik, een aantal punten die we zelf op moeten pakken. Ik denk dat de verschillen tussen alfa, beta, gamma, medisch voor een deel door onszelf zijn gemaakt. Laat ik dat toelichten. Rianne zei het net al, iedere rector is actief in het onderzoek. Misschien bedoelen ze te zeggen in het onderzoek en onderwijs. Maar ik constateer toch dat in heel veel gevallen, als je kijkt naar er is een nieuwe rector, er verschijnt een persbericht, er wordt uitvoerig geroemd over zijn onderzoeksprestaties. Onderwijs wordt vaak ook genoemd, uiteraard, want onderwijs en onderzoek valt onder de rector. Maar de nadruk ligt toch vaak op onderzoek. En ik wil hier focussen op de verschillen tussen de beta- en de alfa-faculteit. In een beta-faculteit wordt je carrière bepaald door je onderzoeksreputatie. Een directeur of een decaan is in de regel, bijna altijd durf ik wel zeggen, iemand die een stevige onderzoeksreputatie heeft. In alfa-faculteiten is dat nog alles anders. Is dat gek? Nou nee, is helemaal niet gek. Want hoe maak je carrière? Je maakt carrière door te onderscheiden op de kerntaken van een organisatie. Nou, in de alfa-faculteiten is onderwijs een behoorlijke kerntaak. Vaak veel meer dan onderzoek. Er is een geweldige druk op het onderwijs. Dus de mensen die zich onderscheiden zijn vooral mensen die zich het onderwijs onderscheiden. Maar het heeft geweldige consequenties. Ik denk dat dit een belangrijk punt is bij het erkennen en waarderen. Waar erken je en waardeer je mensen op? Neem niet alleen maar het onderscheidend vermogen binnen de kerntaken die het meest prangend zijn. Maar laat ik een voorbeeld geven waar ik als MBO-bestuurder mee geconfronteerd word. En wat de verschillen tussen beta en alfa illustreert. U weet, ik ben natuurkundige en ik kan u verzekeren, als een beta-onderzoeker een substantiële grant krijgt van NWO, dan denk ik niet aan Stevin en Spinoza, maar een grant van de Nationale Wetenschapsagenda, Kennis-Innovatie-Convenant, een grote infrastructuur. Als een beta een grote grant binnenhaalt, dan staan de volgende dag de champagneflessen op tafel, er zijn ballonnen, slingers, toespraken en het wordt gevierd als een succes van de gehele groep. Dat is in de alfa-faculteit toch wat anders, heb ik gemerkt. Ik heb vrij veel onderzoekers gesproken die in een alfa-faculteit, die nadat zij een grote grant hadden gekregen van MBO en er vaak ook felicitaties waren binnengekomen, toch weken later benaderd worden met de vraag, goh, je hebt nou een grote grant, je hebt meer tijd voor onderzoek, zou je nou ook niet meer onderwijs willen geven? Die druk op het onderwijs is daar enorm.
die druk op die kandidaat om dan ook te leveren voor het onderwijs, want hij heeft nu toch voldoende, hij of zij voldoende onderwijs of onderzoekservaring en onderzoeksmiddelen, zelfs om bij te de lappen bij andere onderzoeksactiviteiten in de faculteit, is vrij groot. En met name merk ik dat dat bij vrouwen speelt. Ik kan vrijwel bij nagenoeg iedere universiteit een aantal namen noemen van mensen die, als zij zeggen, dit is mijn onderzoek, ik heb hier mijn grant geschreven, dit is mijn onderzoek, ik ben hiervoor verantwoordelijk en ik kan nu niet meer onderwijs leveren. Ik ben wel best bereid om alle PhD's en postdocs die ik heb aangesteld laten bijdragen in het onderwijs. Maar that's it. Dan worden beschuldigd van, als het vrouwen zijn, diva-gedrag. Een geweldig verschil tussen alpha en beta. En dat doen we toch echt zelf. Er zijn andere punten. Ik zie binnen de disciplines heel verschillende normen over hoe je omgaat met co-auteurschap. Ik denk dat het echt een strijd is met de hedendaagse normen van wetenschappelijke integriteit. Als een UHD'er of een hoogleraar, want meest UD'ers zijn meestal heel actief bij de begeleiding betrokken, louter alleen co-auteur zijn bij een publicatie omdat hij of zij het hoofd is van de afdeling of van de groep, of de aanvraag heeft geschreven of voor geld heeft gezorgd, ere bij ere toekomt. Dit komt nog steeds voor. Dan denk ik, de begeleiding van een PhD naar een baan na een promotie is onderdeel van de taak van de promotor. En ik zie nog te vaak dat begeleiders te veel het oog laten hangen naar de PhD die een mogelijke wetenschappelijke carrière, die dan zeg een potentiële Nobelprijswinnaar is. En mensen die het veel meer moeite kost, die meer moeite hebben met het onderzoek, de promotie vooral wordt afgerond vanwege de promotiepremie. Alle PhD's zijn aangenomen door een promovendus. Ze zijn bijna altijd, dus werken ze ook heel hard. En een PhD verdient begeleiding. Het zijn naar een verdere carrière in de wetenschap, het zijn naar een carrière buiten de wetenschap. En daar zijn die PhD's met hun ervaring die ze meebrengen buitengewoon belangrijk. En tenslotte, verschil tussen alpha en beta. Ik noem het straks al, het vrijkopen van onderwijs, wat ik vooral zie gebeuren in de alpha-faculteiten. Volgens mij hoort dat niet. Dit is een manier, het vrijkopen van onderwijs betekent eigenlijk, mijn onderwijsbelasting is te groot. Ik ga nu wat meer, ik heb nu geld, ik ga mij vrijkopen. Is een ongewenst gevolg van een te hoge onderwijslast. En mag en moet eigenlijk helemaal niet voorkomen. Een paar aanbevelingen. Aan de universiteiten. Er loopt nu, in navolging van de commissie van Rijn, een onderzoek door Pricewaterhouse naar de bekostiging van het onderwijs. Ik zou de universiteiten dringend willen aanbevelen om bij de bekostiging ook het onderzoek of een deel onderzoek mee te nemen. Ineke in haar betoog noemde het straks ook al. Maar om onderwijs van hoog niveau, van wereldniveau te kunnen geven, en dat is met name, denk ik, in de masterfase buitengewoon belangrijk, is het nodig dat je onderzoek doet. En die onderzoek moet voor een deel bekostigd worden als onderdeel van de onderwijsbekostiging om op adequaat niveau, op hoog niveau, onderwijs te kunnen geven. Aan de wetenschappers en universiteiten zou ik zeggen, gebruik de discussie over erkennen en waarderen om iets te doen aan die onmogelijke eisen die aan wetenschappers worden gesteld. Ik weet, dat is een van de belangrijke prikkels of een oorzaken of redenen om na te denken over een nieuw erkennen en waarderen. Maar ik zie dat de balans daarvan en de onderwerpen bij alpha, beta, gamma verschillen. Beloon ook prestaties. Hoe ga je om met het verkrijgen van grote subsidies in beta en alpha? Ik heb het straks al geïllustreerd. En ook stop de discussie in de media, laat dat heel duidelijk zijn, over de balans tussen ongebonden versus thematisch onderzoek. De balans tussen fundamenteel toegepast onderzoek. De verdeling tussen middelen eerste en tweede geldstroom. De verdeling tussen pijlers volgens de normen van de EU. Pijler 1 gericht op wetenschap. Pijler 2 op maatschappelijk impact. Ik zeg niet dat die discussies niet belangrijk zijn, maar die moeten wij intern voeren. Ik merk te veel in de buitenwereld dat alle discussies die hier staan aan de buitenwereld de indruk wekt dat we het zelf niet over eens zijn. Maar deze discussies komen voort uit het feit dat er gewoon te weinig middelen zijn voor onderzoek.
En naar buiten toe geeft deze discussies aan dat er verdeeldheid zou zijn of een verschil van mening. En dat is absoluut niet het geval. Op de hoofdlijnen zijn we het eens. En tenslotte, de samenleving, en je kunt er maar eens zijn of niet, maar vraagt wel om een return on investment. De belastingbetaler wil weten wat hij terugkrijgt. En ik zie dat we dat veel beter kunnen doen. De TU's doen het heel goed, de vier TU's treden heel effectief op. Maar volgens mij kunnen de algemene universiteiten het net zo goed doen. Maar als ik nu als voorzitter van MBO kijk naar de voorstellen die wij krijgen, en daar hoort dan een utilisatieparagraaf bij, en laat ik het meteen aan toevoegen, niet elk onderzoek hoeft wat mij betreft een utilisatieparagraaf te hebben. Als je net een VENI hebt gehad, en je wilt je verder je hebt een wetenschappelijke vraag die je wilt beantwoorden, hoeft voor mij er helemaal geen concrete toezegging te zijn over wat de impact is voor later. Dat ligt uiteraard anders als je het hebt over publiek-private samenwerking. Maar nog te vaak zie ik dat, en ik ben een neurowetenschapper, dat een onderzoek van neurowetenschappers, daar staat dan, dit onderzoek draagt bij aan meer inzicht in het functioneren van het brein en zal op termijn bijdragen aan betere diagnose en therapie van neurodegeneratieve aandoeningen. Dat is wel heel makkelijk en dat kun je veel beter doen. Dus ik zou zeggen, laten we ook de kracht die we hebben gebruiken om veel duidelijker te maken wat het belang is van al het onderzoek wat we doen. En dat kan echt veel beter. Laat ik het daarbij houden. Dankjewel Stan. Een heel helder pleidooi, denk ik. Doe recht aan de verschillen tussen wetenschapsgebieden, misken niet de verwevenheid van onderwijs en onderzoek en heb aandacht voor erkennen en waarderen. We lopen een beetje uit de tijd, dus ik ga heel snel door naar onze laatste spreker. Pieter Duisenberg, de voorzitter van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, die namens alle universiteiten optreedt en ook een reactie zal geven op de 40 stellingen. Pieter, the floor is yours. Ja, dankjewel Peter Paul. Om te beginnen, Ingrid, Remco, Rens, dank voor jullie 40 stellingen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat jullie dat zo uiteen hebben gezet en ook dat we dit debat hebben. En niet alleen met elkaar, maar ook juist met de samenleving en met de politiek. Ik heb een hele korte tijd, ik ga mezelf ook even klokken inderdaad. Ik heb een hele korte tijd om te reageren, dus ik heb drie stellingen waar ik specifiek op wil reageren. Dat zijn drie stellingen waarvan ik denk dat het heel belangrijk is dat de politiek daar na 17 maart volgend jaar, dat ze daar verandering in gaan brengen, dat ze daar een oplossing voor vinden. Drie stellingen ook waar ik het heel erg mee eens ben. En drie stellingen waarvan ik ook heel erg hoop dat we daarin samen gaan optrekken. En ik zal even kijken nu of dat lukt, Peter Paul, en anders kun jij mij helpen. Dus dan ga ik dat nu proberen. Even kijken. Werkt die of niet? Komt de buren door? Ja hoor, uitstekend. Nog eventjes okay. Zorgen dat je niet je edit-scherm deelt. Even op de presentatiestand klikken. Even kijken. Ja, perfect. Helemaal goed. Nou, dit zijn de drie stellingen. Dus stelling 9, de werkdruk op de universiteit is fnuikend. Stelling nummer 3, de samenleving die kiest voor de universiteit verplicht zich ertoe haar adequaat te financieren, et cetera, de juiste wijze toegankelijk te maken, te houden aan een hoog kwaliteitseis. En stelling nummer 25, het totale budget voor de Nederlandse universiteiten is ontoereikend. Maar voordat ik wil spreken over oplossingen, wil ik eerst even een stapje terug doen. Naar een beetje de waar de knelpunten vandaan komen. Dit was een tweet van een reactie van mij op Rens Bot. Was, de arme Karel Stolker werd belaagd omdat hij was iets te enthousiast geweest over een aantal docenten die gingen helpen bij het nakijken van tentamens. En toen heb ik dit gereageerd van dit is inderdaad geen oplossing waar Karel het over heeft. Maar we moeten het hebben over diepere oorzaken. En daar wil ik het graag op 1 december met jullie over hebben. En dat is dus nu vandaag. En dit zijn die plaatjes die ik toen op Twitter had gezet. Wat een groot deel, niet alles, maar een groot deel aangeeft van waar de knelpunten vandaan komen. Het linker plaatje is denk ik inmiddels alom bekend. Dus dat geeft aan de balkjes. Dat zijn de stijgende studentenaantallen en de dalende lijn. Dat is de rijksbijdrage per student, waarbij de rode lijn is wat het nu uiteindelijk is, inclusief de studievoorschotmiddelen.
De blauwe lijn is wat het zou zijn geweest zonder de studievoorschotmiddelen. Dus, maar je ziet dat al met al is dat nog steeds gewoon een dalende lijn. Nou, we hebben het gezien. De studentenaantallen zijn ongeveer verdubbeld in 20 jaar. En de rijksbijdrage, daar is ongeveer per student ongeveer een kwart vanaf. De rechterkant, dat is een wat minder bekend plaatje. Dat bleek ook wel uit de reacties die ik kreeg op Twitter. De rechterkant komt uit een rapport van de OECD van 2019. En die laat eigenlijk zien, ja, die voorspelt niet zoveel goeds als je de linkerplaat zou doortrekken. Wat doet de rechterkant? Eerst even de onderste van die twee plaatjes. Dat is de universiteitensector en de trend zoals de OECD die voorspelt. En het basispad, volgens de OECD, heb ik even een pijl bijgezet. Dat zijn die stippeltjes die daar omhoog gaan. Dus als dat basispad zich doorzet, dan zul je verwachten dat die lijn op links alleen maar verder door gaat dalen. En dat we dus nog lang niet het einde hebben gezien van de druk die we nu meer en meer ervaren. Het bovenste van de twee plaatjes, en daar heb ik ook een stippel of een pijl bij gezet, dat is de UAS-sector, de Universities of Applied Science, dat zijn de hogescholen. Je ziet dat daar eigenlijk het omgekeerde plaatsvindt, daar is een krimp. En dat heeft meerdere oorzaken. Een van de oorzaken is overigens dat er steeds minder VWO'ers voor het HBO kiezen. Maar dus in ieder geval, de trend belooft niet zoveel goed. Nou, dan de onderzoekskant specifiek. Ik kan het ook hebben over matching en dergelijke. Maar dat is volgens mij bij de vorige discussieavond ook al uiteengezet door Mirjam van Praag. Maar dit zijn onze R&D-uitgaven ten opzichte van het buitenland. En dan zie je dus, wij zijn met de pijl. Wij zitten eigenlijk in het peloton, in het grote peloton. Wel nog vooraan in het peloton. Maar er is een kopgroep van landen. Landen waar we ons graag mee vergelijken. Landen waar we ook veel mee samenwerken. Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Zweden, die zijn losgekomen. Dus die kopgroep is losgekomen en wij zitten in dat grotere peloton. En dat is denk ik niet goed voor onze positie als kennissamenleving, maar het is ook niet goed voor de kansen die we hebben als universiteiten. En het is uiteindelijk ook niet goed voor studenten en niet goed voor wetenschappers en docenten. Nou, dan ga ik naar de oplossingen. Dus ik had die drie stellingen, de werkdruk. De oplossing die ik daarbij wil noemen is dat er nodig is investering die ruimte geven aan talent. Tweede oplossing, met de samenleving die kiest, et cetera. Daarvoor is iets dat heet trilemma. Dat moet weer op tafel komen en geen eendimensionale discussies. En het derde, het totale budget is ontoereikend, is we moeten van een verdeelmodel naar een bekostigingsmodel. Ik zeg ze één voor één even kort uit. Eerste, investeringen die ruimte geven aan talent. Er is al gezegd, ook door Ingrid in haar inleiding, om iets te doen aan de situatie die je hebt, heb je gewoon meer investeringen nodig. En de vraag is dan ook hoe je dan ruimte geeft aan talent. Nou, ik heb hier twee plaatjes gegeven die denk ik onderdeel zijn van die oplossing. Eerste linksboven is het rapport van Wekhuizen, wat Ineke ook al noemde, wat duidelijk ruimte geeft aan talent. Dus als je extra fondsen op zo'n manier inzet, dan zou dat ruimte geven aan talent. Het zou de aanvraagdruk verlagen. En het zou de mogelijkheid geven voor UD's, UAD's, hoogleraren om een tijd lang echt te focussen op het onderzoek waar ze zich op willen focussen. Rechtsonder is een plaatje wat weergeeft wat waar we ook als VSNU en ook als kenniscoalitie aan hebben gewerkt. Wat zegt dat je 10 jaar lang zou je een soort stabiele groei moeten hebben richting op zich het niveau van onze peers, dus Duitsland, et cetera. En als je dus een groei zou hebben van 3-5% per jaar, 10 jaar lang, zoals Duitsland dat heeft gedaan, dan krijg je die groene lijn die daar geplaatst is. En de stippellijn zijn een soort van ambitielijnen wanneer je op 2,5% BBP komt, of op 3% BBP komt, of op het niveau van Duitsland komt. Duitsland ligt helemaal bovenin. Maar stabiele groei en ruimte geven voor talent, dat zijn de investeringen. Dan kom ik op punt 2. Want met alleen investeringen ben je er niet. Want als je weer denkt aan het plaatje wat ik schetste met de studentenaantallen, dan denk ik dat het tijd is om niet alleen maar in één dimensie discussies te voeren. Dat geldt zoals wij daarover praten, als universiteiten onderling, en hoe we onze case maken naar anderen toe. Maar het geldt ook in de politiek. Je kunt niet alleen maar praten over één van deze dingen. Je moet ze altijd over praten in relatie tot elkaar. Dus het is geen dilemma, het is een trilemma. Dus laat me een voorbeeld geven.
Je kunt niet, bijvoorbeeld met betrekking tot toegankelijkheid, de studentenaantallen zeggen dat je dat toestaat, dat het alleen maar doorgroeit, zonder de consequentie te trekken voor kwaliteit en voor financiën. Dus voor kwaliteit en voor doelmatigheid. En als je dat niet doet, dan zit het altijd nog wel in de werkdruk. Dus je moet daar een keuze maken, in ieder geval helder zijn in wat je dan wilt. Omgekeerd, je kunt ook niet zeggen van ik ga bezuinigen, ik doe een doelmatigheidskorting, zonder dat je de consequentie trekt voor kwaliteit of voor toegankelijkheid. Je kunt niet over één dimensie die discussie voeren. Dat kan niet in de politiek en dat gebeurt te veel. Zie bijvoorbeeld de discussie over de BSA. Dan kom ik op mijn derde en laatste punt. We moeten van een verdeelmodel naar een bekostigingsmodel. En dat is eigenlijk ook wel gekoppeld aan dat vorige punt. Want als je die elementen van toegankelijkheid en kwaliteit en doelmatigheid op een rij zet, dan zou het bekostigingsmodel dat moeten reflecteren. Nou, de onderwijsraad heeft gezegd dat een bekostiging moet toereikend zijn in relatie tot de kwaliteit die onderwijsinstellingen met die bekostiging verondersteld worden te bereiken. Nou, er loopt nu een onderzoek uiteindelijk van PwC naar onze bekostiging, naar toereikendheid en ook gaat een advies komen over ons bekostigingsmodel. En dat zou in ieder geval geen verdeelmodel moeten zijn. Dus niet een model waarbij vooraf vaststaat wat er te verdelen is en vervolgens wordt dat verdeeld naar rato van studentenaantallen. Nee, je zult moeten zeggen welke kwaliteit wil ik hebben, hoeveel studenten gaat het dan om, hoe groot is die sector, waar wil ik staan met R&D, wil ik in de top staan, ja of nee. Op dat soort vragen zul je een antwoord moeten geven en dan zul je ook moeten zeggen, dan wil ik er ook voor betalen. Maar in ieder geval niet ten koste van medewerkers en van werkdruk. Dus tot slot, de drie oplossingen voor beide drie stellingen. Samenhangende investeringsagenda, trilemma-afweging is nodig, geen indimensionale discussies meer en een bekostigingsmodel die de maatschappelijke verwachting reflecteert, geen verdeelmodel. En wat ik hoop, is dat we naar maart 2021... dat we allemaal gemeenschappelijk hetzelfde geluid laten horen. Want ik denk dat sectoren die dat kunnen doen, die bereiken het meeste. En dan hoop ik dat dit de lijnen zijn van dat geluid. Dankjewel. Prachtig, Pieter. Heel veel dank. Een heel helder betoog, denk ik. Dat vooral ingaat op de financiële kant van de zaak. En ook laat zien dat het allemaal misschien net iets ingewikkelder is dan je denkt. Het is niet een simpel dilemma. De vragen zijn veel ingewikkelder. En een investering aan de ene kant heeft ook weer een prijs aan de andere kant. Heel helder. We zijn een kwartiertje achter op schema. Het academisch kwartiertje, zullen we dat maar noemen. Ik had niet anders verwacht. Maar we hebben nog steeds flinke ruimte voor discussie. Als ik het zo samenvat, denk ik dat we eigenlijk vier thema's te pakken hebben gehad. De relatie onderwijs en onderzoek speelde een belangrijke rol in de reacties die ik heb gehoord. Leiderschap, hoe we dat invullen, de rol van hiërarchie, sociale veiligheid, bedrijfsmatig leiderschap vormgeven of niet. We hebben het gehad over alpha, beta, gamma, medisch, de verschillende vakgebieden of die misschien een verschillende financiering, verschillende inrichting, organisatie vereisen. En we hebben het natuurlijk gehad over het geld, over de financiering. En misschien het onderliggende thema, wat voor mijn gevoel soms wel eens de elephant in the room is, is ook eigenlijk een beetje het neoliberale model. Als ik het zo zou mogen formuleren en mijn eigen duiding eraan mag geven. De constatering dat het toch eigenlijk nog steeds heel goed gaat met de wetenschap, ondanks het gevoel van overbelast zijn, ondanks achterblijvende financiering, heeft er ook iets mee te maken dat mensen in die sfeer van competitie over hun grenzen soms heen gaan, maar blijven presteren in de hoop dat ze hoger opkomen. Dus ik hoop dat deze lijnen misschien een rol kunnen spelen in het gesprek dat we nu met elkaar gaan hebben. En een goede manier om te beginnen lijkt me eigenlijk om de twee andere auteurs van het pamflet als eerste de gelegenheid te bieden om te reageren. Rens Bot, hoogleraar computationele geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Remco Breuken, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Mede-auteur samen met Ingrid van het manifest. Misschien kunnen jullie kort, zullen we nog wat ruimte hebben voor discussie, reageren op wat je hebt gehoord en hopelijk een beetje langs die lijnen die ik net probeerde te schetsen. Ja, ik heb nog één punt. Ik weet niet of Remco dat mij toestaat om het eerst even het woord te nemen. Ik heb één punt dat het nou nog niet te sprake is gekomen. In de eerste plaats hartelijk dank, sprekers, voor jullie reacties en ook voor jullie prachtige oplossingen die jullie zien. Maar jullie erkennen ook allemaal dat er feitelijk te weinig middelen zijn, hè, om tot oplossingen te komen. En dat wil ik je even benadrukken, dat er nog steeds te weinig middelen zijn. En toch
is er al 20 jaar, misschien zelfs 25 jaar, te weinig middelen. Te weinig geld, te weinig financiering. En dan vraag ik me af, ondanks al het gelobby, al het rapporten schrijven dat jullie op de afgelopen tientallen jaren hebben gedaan, want daar spreken we ondertussen over. Waarom durven jullie, nu eigenlijk niet te zeggen, bestuurders, denk ik niet alleen aan rectoren, maar ook de VSNU, maar ook zelfs de KNW en NWO, wij kunnen met dit budget de taakstelling gewoon niet uitvoeren. Ergo, wij gooien de tent dicht. Dat hebben we al heel vaak voorgesteld namens weer een actie. Maar we krijgen niemand mee. Geen enkele universiteit. Laat staan dat we het hebben voorgesteld trouwens aan de KNW. Maar we hebben het nog steeds met universiteiten gehad. Dus vooral wil ik aan jullie vragen. Gooi die tent dicht. Laat eens zien wat je waard bent. En wees moedig. Actie. Heel goed. Dank je, Rens. Dat lijkt me een heel mooie, compacte manier om te reageren op wat we nu hebben gehoord. Dank. Remco, zou jij nog wat willen toevoegen aan het debat? Ja, dankjewel. Ten eerste dank aan de vier. Ik kan het woord even niet bedenken. Panelisten voor reacties. Er is heel veel op te reageren. En dat we daar later nog aan toe kunnen komen. Eén ding denk ik, en dat is eigenlijk in het verlengde van wat Rens nu net zegt. Het is geen wonder dat we elkaar gevonden hebben in het schrijven van een boekje. En dat is toch wel veel inderdaad voorkomt uit een gebrek aan financiering, onderfinanciering. Veel van de problematiek die anders makkelijker kan worden opgelost. En wat ik toch ook wel daaruit een punt vind, is dat universiteiten wat mij betreft toch echt wel wat harder moeten zijn als het gaat om naar zichzelf te kijken als het gaat om goed werkgeverschap. En ik hoorde heel goed wat Rianne net zei over dat het vanuit de positie van een bestuurder er anders uitziet dan een facultair niveau, is absoluut waar. Dat is denk ik ook een van de dingen die we misschien in het boekje, laat ik dat even niet aan gelegenheid nemen om dat te verduidelijken. Bestuurders zijn natuurlijk niet alleen maar de CVB-leden en decaan als het over bestuurders hebben. Dat zijn wij zelf ook. Opleidingsvoorzitter is ook een bestuurder. Dus op al die niveaus denk ik dat we gewoon echt de hand in eigen boezem moeten steken en beter met onze mensen moeten omgaan. En dan kom je denk ik wel tot de conclusie dat het niet kan. En dan inderdaad de rest me niks anders dan achter de rest te gaan scharen. En naar Den Haag op te marcheren of wat dan ook, want hoe lang is dit nog houdbaar? Het is ook een vraag die ik me al lang stel. Ik heb daar nu nog geen antwoord op. Ik hoop jullie wel. Helder, dank. Ik wil eigenlijk alle mensen die een inleiding hebben gegeven vragen om hun camera open te zetten. Ik hoop dat het voor de techniek goed is, want dan kan ik ook jullie lichaamstaal zien en kijken of jullie willen reageren. Dat maakt het voorzitter aanmerkelijk eenvoudiger voor mij. Maar misschien kan ik Rianne als eerste vragen om te reageren. Hardere actie, gooi die tent toch dicht als je meer geld wil. Waarom wacht je daar nog mee? jullie doen de tent al een week eerder dicht, zag ik in Maastricht, om mensen wat rust te gunnen. Ja, ook goed werkgeverschap. Dat vergt misschien toch andere keuzes dan die er worden gemaakt. Wat zou je daarop op willen antwoorden, Rianne? Ja, nee, we beginnen dus met een soort witte staking de week van kerst. Ik heb over die staking ook al eerder met Ingrid, ook vanuit toen we nog bij de Jonge Academie waren, wel heel veel ook veel over nagedacht. Ik vind dat nu, om te zeggen, we gooien de universiteit dicht. En daarmee, ik vind dat echt de laatste stap. En ik heb wel eens tegen de minister gezegd, ook in het kader van Rijn, en we gaan nu zien wat er uit het PwC-onderzoek komt. Er komt een moment dat bij mij een oproep gaat worden. Maar ik ben er nog niet. Ik wil eerst nog deze, wat Pieter ook zegt, de volgende formatie zien of daar enig ruimte gaat komen voor onze sector, waarbij ook de uitkomsten van dat kostprijsonderzoek ons niet totaal in de vingers gaat snijden, want daar ben ik bang voor. Ja, dan ga ik met jullie mee naar het Malieveld. Ja, maar nu vind ik het echt de balans zoeken tussen, ja, gaan we inderdaad de tent dichtgooien? En ja, ik vind dat nog een stap te ver. Ik hoop dat je dat ook, dat hoef je niet te begrijpen, maar dat zo zit ik erin.
misschien gaat het te ver om dat nu uit te diepen, maar het is wel goed om ook de polariteit te zien. Hè? Want ik denk dat je ook heel duidelijk hebt aangegeven hoe je bent geswitcht in perspectief toen je eenmaal op de bestuurdersstoel zat. Dat het ook goed is om je dat te realiseren. Ik wou nog eventjes het woord geven aan Ingrid om ook te kunnen reageren. En voor de mensen die thuis kijken, die kunnen natuurlijk niet zien dat wij via de chat wat kunnen uitwisselen. En Ingrid die gaf aan mij aan dat ze nog even wilde reageren op het trilemma van Pieter. Omdat er misschien wel meer aan de hand is dan drie elementen. Ingrid, zou jij als eerste willen reageren op Pieter? Ja, ik denk dat trilemma dat echt heel handig is ook om als een tool naar de politiek toe om te zeggen van dit zijn de parameters waarbinnen we moeten discussiëren. Maar ik denk dat het eigenlijk een afweging is tussen vier dimensies. Want de dimensie die erin zit, die eigenlijk niet expliciet op papier staat, is goed werkgeverschap. En eigenlijk zie je dat bijvoorbeeld vaak de kwaliteit proberen we op peil te houden, maar universiteiten kunnen niet meer voldoen aan criteria van goed werkgeverschap. Dus daar wordt op ingeteerd. We hebben eigenlijk, het spijt me dat ik het moet zeggen, maar we hebben eigenlijk acceptabele of onacceptabele vormen van werkgeverschap op heel veel plekken op de universiteiten. En dat doen we omdat we die andere dimensies, kwaliteit, toegankelijkheid, vooral op peil willen houden. Dus als je van, ik weet niet precies wat het woord is, van dilemma naar trilemma en wat er dan volgt. Maar dus als je een afruil hebt tussen vier dimensies, dan... Quadrilemma, wat denk je, Ineke? Ja, Ineke weet waarschijnlijk, die is het best met dit soort woorden. Maar dan wordt ook helder dat dit eigenlijk het soort van het onder de oppervlakte is waar nu de beweging gebeurt. En ik ben het wel natuurlijk met... En dan sluit het ook aan bij wat Rens en Remco zeggen. Ik denk dat echt wij vanuit WO in Actie, die natuurlijk proberen die groep mensen die vaak gewoon zich niet gehoord voelden, ook geen stem hadden, die ook vaak tegen het wanhopige aan zijn van hoe moet ik dit, hoe overleef ik dit tot mijn pensioen, bij wijze van spreken. Dat die ook, je zou eigenlijk moeten zeggen, wij kunnen naar de overheid, wij kunnen geen goed werkgeverschap meer garanderen. En dat moeten wij doen, want jullie zijn de werkgevers. En dan zou je kunnen zeggen, bij deze nieuwe coalitieonderhandelingen die er in 2021 staan aan te komen, we geven een vooraankondiging. Jullie kunnen dit als een kans benutten om ons in staat te stellen om goed werkgeverschap te bieden. En anders, academiejaar september 2022, starten we het academiejaar niet op. En dan hebben ze gewoon een heel jaar in het eerste jaar van de nieuwe coalitie om het op orde te zetten. Wow. Ineke, mag ik jou misschien vragen om daarop te reageren? Want jouw verhaal ging heel duidelijk in op de koppeling van onderwijs en onderzoek. Eigenlijk op het belang van het totaalpalet van de wetenschap. En nu hebben we het over een quadrilemma: toegankelijkheid, doelmatigheid, kwaliteit, ook goed werkgeverschap. Heel veel elementen die allemaal nodig zijn om de wetenschap overeind te kunnen houden. Hoe kijk je aan tegen die viersprong? Is het een viersprong? Moeten we het accent leggen op een van die vier? Kunnen we ze allemaal bij elkaar houden? Wat is daarvoor nodig? Ja, kijk, we kunnen er kort over zijn. Linksom of rechtsom moet er meer geld bij het systeem. Het is zo overduidelijk waar we tegen de grenzen zijn aangelopen. Er liggen nu zoveel analyses die allemaal dezelfde kant uitwijzen. Dit is het geval, maar ik heb gehoord wat Stan zegt. Er zijn grote delen van de publieke sector die ondergefinancierd zijn. Hij moet dan ook de hele zorg het bijltje erbij neergooien en de politie gaat staken. En wij dus ook allemaal. En dat is wel weer een dilemma, is dat we ons verantwoordelijk blijven voelen voor onze studenten. Dus ik zou enorme aarzeling hebben om juist nu, midden in coronatijd, waar ik echt met enorm leedwezen naar al die jonge mensen kijk die proberen hun studententijd een beetje op de rails te houden, om op dit moment tot zo'n drastische maatregel over te gaan. En het beroerde is natuurlijk, dat is precies waarom we dit al door niet doen en waarom docenten over hun eigen grenzen heen gaan. En waarom we in deze tijd, waar we allemaal op deze manier ook onze colleges in de lucht proberen te houden, nog veel meer tijd pompen in de zorg om onze studenten en het onderwijs en het onderzoek dus nog meer onder druk komt te staan. Dus al deze elementen onderschrijven eigenlijk alleen maar de analyse ook uit het pamflet. Maar ik ben met Rianne nog niet op het punt dat ik zeg, gooi de hele boel maar dicht, omdat de schade die je aanricht onder de studenten, die er allerminst wat aan kunnen doen aan deze situatie,
niet te overzien is. Dus ik wil dat niet. Ja, het is wel interessant wat je zegt, want het voegt wel weer een dimensie toe aan het beeld dat het vooral een soort neoliberale meritocratie is, om maar een paar grote woorden te gebruiken. En dus aan de ene kant is het natuurlijk zo, we moeten onszelf bewijzen als wetenschapper, en er is natuurlijk altijd een bepaalde mate van ijdelheid en narcisme in die wetenschap. Kijk, mij is een dikke subsidie, KNW-lid. Dat is de ene kant wat mensen drijft. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook gewoon de zorg voor studenten, voor onderwijs. Wat je nu beschrijft is niet alleen maar die competitiedrang en kijk, mij is excelleren, maar is juist, kijk, mij is onderdeel zijn van een gemeenschap die ik overeind wil houden. Dus Pieter, dat raakt dan toch wel weer, ik ga dan even terug naar jou, omdat jij het quadrilemma aan de orde hebt gesteld. Ik bedoel, als je dat ziet als een context, dat maakt de wetenschap extra kwetsbaar. Hè? Want het lukt haast niet om in actie te komen, omdat het onze eigen carrières kan schaden en omdat het gewoon tegen ons morele gevoel ingaat. Wat zou volgens jou dan een manier kunnen zijn om met dat quadrilemma om te gaan? Ja, nee, om te beginnen, ik blijf zeggen dat het een trilemma is. Want laat het even. Ik heb stiekem het geherdefinieerd, sorry. Want ik meen dat ik het voor het eerst heb gelezen in de tijd van. Dat was een beetje 2010, toen het rapport Veerman. Toen was in ieder geval dat ik het voor het eerst tegenkwam. En daar zat het punt van de werkdruk en de medewerkers, dat zat. Eigenlijk aan de kant, het zijn eigenlijk drie dingen, bij wat doelmatigheid wordt genoemd daar. Dat gaat over wat voor middelen heb je dan? En dat gaat dan om financiële middelen en ook om gebouwen en ook om medewerkers. Dus als je een prijs betaalt, omdat je toenemende studentenaantallen hebt en te weinig financiert, dan betaal je hem ergens in die box van doelmatigheid. Maar dat zit dus, dat gaat dus gewoon over de rug van medewerkers. Dat is wat er. Daar. Dus ik blijf het een trilemma noemen. En ik wil ook even vaststellen dat het volgens mij wel erover eens is, dat zei Ingrid ook, dat het wel toch een goed raamwerk is om ook met de politiek in gesprek te gaan. Ik denk dat we dat te weinig doen, dat we te veel ons ook door de politiek, dat was ook mijn punt, we moeten uit die eendimensionale discussie. Want dat is ook hoe de politiek erover spreekt. Maar het is natuurlijk ook hoe er gelobbyd wordt. Hè. Deze dagen zijn er ook natuurlijk groepen aan het lobbyen voor juist één ding, en dat is toegankelijkheid. Maar nooit wordt dan de connectie gemaakt. Nou, als ik dat dan wil, dan moet ik ook daarvoor. Hè, dan moet je er ook middelen voor over hebben. Als je wil dat studenten kunnen schakelen, dan moet je niet de schakelprogramma's gratis en voor niks moeten weggeven. Dat soort dingen die kunnen gewoon. Die moet je zeggen, nee, oké, ik wil dat. Dat is een doelstelling. Dan betaal ik daar ook voor. Ja. Wil je topkwaliteit, dan betaal ik daar ook voor. Dus het betekent eigenlijk dat het niet gaat om een keuze tussen een van die drie elementen van het trilemma, maar dat je eigenlijk laat zien, you can't have the one without the other. En dus het is een package deal, om het allemaal maar in goed Nederlands te zeggen. De Universiteit Twente praat alleen om Engels tegenwoordig, schijnt. Maar dat is toch wel een hele constatering. Dus dat zou ik eigenlijk, dan ligt misschien eigenlijk, Stan, bij jou wel een belangrijke sleutel. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt dan. Hè, omdat onderzoek zo'n enorme dominante factor is. Zoals je zelf ook al mooi aangaf in je verhaal. Hè? Op je onderzoeksreputatie word je bestuurder. Op je onderzoeksreputatie krijg je meer financiering. Onderwijs wordt toch vaker als een afgeleide daarvan gezien. Terwijl we eigenlijk met z'n allen vinden dat dat niet goed is. Zou je kunnen zeggen, nou, misschien dat jij dus een sleutel hebt om het trilemma bij elkaar te houden. En te zeggen, er is alleen maar onderzoeksgeld te krijgen als dat ook naar onderwijs gaat. Zou je daarvoor voelen? En zou je daar de handen voor op elkaar kunnen krijgen in Den Haag? Nou, kijk, met mijn pet op als voorzitter van MWO moet ik mij sterk maken voor onderzoek. Maar ik merk ook dat er geleidelijk aan bij het bedrijfsleven begrip ontstaat voor het feit dat we het systeem zo zwaar belast hebben dat de universiteit als opleidingsinstituut, als instituut wat het talent moet aantrekken, bedreigd is, of althans minder aantrekkelijk wordt, en dat dat impact heeft voor het talent dat wij trekken, de opleidingskwaliteit, ook de matchingscapaciteit. We hebben nu de coronacrisis, dus bedrijven zitten nu krap bij kas. Maar laat ik zeggen, een jaar geleden stonden bedrijven bij mij aan de deur te kloppen dat ze best publiek-private samenwerking aan wilden gaan. Maar ja, de universiteiten konden niet matchen, want die zaten altijd over hun oren. Dus we hebben nu even met COVID een wat lastige situatie. Maar ik denk dat als wij, ik zou als voorzitter van MWO ook, het belang van onderwijs zal ik zeker steeds uitdragen. Ik ben decaan geweest van de beta-faculteit. Ik weet dat die dingen verknoopt zijn.
kunt wel discussie hebben of de koppeling tussen onderzoek en onderwijs op alle niveaus even sterk moet zijn. Ik denk aan het onderwijs in de bachelorfase en de masterfase. En zoals ik straks al zei, in de masterfase lijkt me essentieel. Want je wordt verwacht onderzoekers of studenten op te leiden tot wereldniveau. State of the art. En dat kan alleen maar als je echt daar ook onderzoekers hebt die dat hele vakgebied overzien. Dus ik ben graag bereid om met de VCNU, KNW, andere partijen samen op te trekken om die drie poot van dat trilemma van Pieter naar buiten toe uit te dragen. En ik denk dat het buitengewoon belangrijk is dat we dat echt met één stem doen. Er zijn genoeg voorbeelden, ook de gezondheidszorg. Kijk, er was een tijd geleden een plan om verpleegkundigen anders in te delen. Ik weet niet of jullie het gemerkt nog kunnen herinneren. En dat was, dat keken ze niet naar wat je presteerde, maar louter alleen wat je 30, 40 jaar geleden als vooropleiding had gehad, namelijk de in-serviceopleiding of de hbo-opleiding. Toen hebben de verpleegkundigen met z'n allen één lijn getrokken. En dat is wel effectief, het is niet doorgegaan. En ik wijs nog te veel voeren wij wetenschappers, omdat we zo opgevoed zijn dat we met elkaar in discussie gaan, een discussie via de media. En ik zeg, die discussie moeten we aangaan, maar doe dat intern en ga naar buiten toe, allemaal met één stem spreken. Dan staan we veel krachtiger. Ja, helder. Dat is toch interessant. Ik denk als we nu met z'n allen aan één tafel zitten, dat we eigenlijk met z'n allen ook weer gaan denken vanuit het beeld van wat is de universiteit. En dat is misschien ook precies wat de bedoeling was van de drie schrijvers van het manifest. Hè? Dat we niet alleen maar onderzoek of hè, het besturen van de universiteit, maar dat we alles samenpakken. Ik wil straks nog graag even uitgebreid het woord geven aan de drie schrijvers van het manifest. Maar ik wil eerst nog eventjes terug naar het thema leiderschap. Dat is misschien nog een dimensie die we onvoldoende hebben aangeraakt in deze discussie. En ik voel eigenlijk ook nog onderhuids een discussie die een beetje begint te lijken op wat we in de maatschappij ook wel zien. Dat toch sommige mensen in de samenleving zich onvoldoende herkennen in de mensen die de leiding hebben. En nou is dat wel een heel grote constatering. Ik denk niet dat de universiteiten een populistische revolutie te wachten staan. Maar toch, hè, de gedachte dat het bestuur te veel losgezongen zou zijn van de werkvloer, is natuurlijk een roep van alle tijden, maar hij klinkt wel wat harder dan ik hem ken. Rianne, tegelijkertijd ben jij een van de initiatiefnemers van erkennen en waarderen, waarbij je juist probeert, denk ik, een manier van leiderschap neer te zetten die veel meer aansluit bij wat er op de werkvloer leeft en waarbij je mensen ook probeert op zo'n manier leiding te geven dat ze allemaal op hun eigen manier tot hun recht kunnen komen. Hoe kijk je aan tegen de vragen die er bestaan bij de manier waarop de leiding wordt gegeven en de vraag naar, hebben we wel amateurdecanen en zijn ze niet te veel beroepsdecanen geworden aan de ene kant, en aan de andere kant de discussie die jij antameert over erkennen en waarderen samen met Jeroen Geurt en met vele anderen. Ja, ik schreef net al even in de Q&A. Ik denk dat we gewoon het hele aspect of het onderwerp leiderschap heel lang in onze sector genegeerd hebben. En eigenlijk maar ervan uit gingen dat op het moment dat je bijvoorbeeld hoogleraar werd, dat je dan ook vanzelf wel leidinggevende competenties hebt. Nou, dat is gewoon niet zo. Dat is hartstikke moeilijk ook trouwens. Ik vind het ook heel moeilijk. Ik heb nou in verschillende rollen leiding mogen geven. Het is ook hartstikke ingewikkeld. Dan moet je ook af en toe, of het nou intervisie is, of spiegelen, of modules. Heel veel is natuurlijk learning on the job. Maar dat je het zomaar vanzelf doet. Ieder mens vergt ook weer iets anders van een leider. Dus ook voor jezelf moet je continu jezelf blijven triggeren van doe ik het op de juiste manier. Maar ik vind dat wij dus onze mensen daar veel te weinig ook ruimte geven om zich daarin te kunnen ontwikkelen. Want het is net alsof ik iedereen naar buiten wil werken die niet goed leiderschap vertoont. En ik zeg dus ook dat wij de verantwoordelijkheid moeten nemen om mensen daarin de ruimte te kunnen geven om die taak op te pakken. Dat is namelijk ook iets wat je gewoon erbij moet doen. Krijg je vaak geen extra tijd voor, geen compensatie. Sabbaticals zijn allemaal afgeschaft. Misschien nog een decaan die een sabbatical mag doen. Maar je wordt maar geacht gewoon een vakgroepvoorzitter of instituutdirecteur te zijn. Nou, erkennen en waarderen, gaat dat allemaal veranderen? Nee, dat ben ik natuurlijk. Hè? Dat is, wat we proberen is in ieder geval het onderwerp leiderschap, als het gaat over de taken die we als wetenschappers hebben te vervullen, onderwijs, onderzoek, societal impact, hè, maatschappelijke relevantie proberen te genereren met je onderzoek en leiderschap en voor de UMC's patiëntenzorg, wat meer ook ruimte te geven om je daarin te mogen ontwikkelen. En ook te kunnen zeggen, nou, jij bent daar niet zo goed in. Je bent een supergoeie wetenschapper, maar ga jij nou vooral niet leiding geven. Dan ben je niet een of andere tweede rangs medewerker. Nee, maar dit is gewoon niet jouw ding. Dat deselecteren zijn we ook niet zo goed in.
Ja, ik vind het feit dat we er nu zoveel over praten, is voor mij al een onderdeel van die cultuurverandering. Ja, en niet dat automatisch mensen maar in die posities brengen. Ingrid, je hebt nu van alles gehoord. Heel veel manieren om aan te kijken tegen jullie manifest. Mag ik jou even het woord geven? Ik zag dat je het woord al wilde nemen. Misschien over leiderschap, maar misschien nog wel over veel meer. Ja, we zouden hier natuurlijk een hele reeks van debatten over kunnen voeren. Maar ik wil misschien toch even aanhaken bij wat Rianne zegt. Want het is wel heel interessant over leiderschap. Ik ben het eigenlijk met veel van wat je zegt eens. Maar je hebt natuurlijk verschillende stijlen van leiderschap. En wat ik denk dat je zou kunnen, een aantal van onze stellingen, maar ook een aantal van de ervaringen die mensen binnen WO in actie hebben, is dat er een bepaald type leiderschap dominant is op de universiteit. Daar bestaat een term voor. Ik weet niet precies wat het is, maar dat is een soort van top-down leiderschap. Je hebt natuurlijk andere vormen van leiderschap. Dat heet volgens mij in de managementliteratuur verbindend leiderschap. Wat toch ook, waar dat je dienend bent voor de groep. En een van onze, wat wij zien aan de cultuur, en waar we denken dat de structuur het ook vaak bevordert, is voor dat ouderwetse, noem het maar het alfa-male boekito-leiderschap. En dat willen we niet meer. Natuurlijk heb je leiderschap nodig, maar we willen verbindend leiderschap. En dat is een van de fricties die we nu merken. En verbindend leiderschap vraagt ook dat je tussen de groep staat, ook al ben je degene die eindverantwoordelijk is en die moet leiden enzovoort, en ook dat er een goede communicatie is. En ik denk dat er daar toch echt gewoon op een aantal punten op de universiteit echt nog stappen moeten gemaakt worden. En ik hoop dat erkennen en waarderen daarbij helpt. Maar ik denk ook dat er... En de universiteiten zijn ook verschillend. Dus ik denk, het is niet één grote homogene groep. Maar ik denk dat er ook een aantal leidinggevende bestuurders echt wakker geschud moeten worden. Dat die horen blijkbaar niet dat er zoveel mensen echt ontevreden zijn over wat ze ervaren als vormen van leiderschap waarin ze niet goed kunnen werken. En ik denk dat uiteindelijk de hele wetenschap er beter van zouden worden en dat we een betere vorm van werkgeverschap hebben als we echt gewoon overgaan naar dat model van verbindend leiderschap en niet alleen dat zeggen, ja, we gaan dat doen, maar het ook echt doen. En dat was eigenlijk de enige opmerking die ik nog wou maken. Nou, een hele belangrijke, wakker schudden, dat lijkt mij een heel goede. Rens, ik zag dat jij wilde reageren. Ja, ik wil hier nog graag iets aan toevoegen. Ik ben het eens met Ingrid. Ik zou nog wel aan toevoegen dat tot nu toe zien we aan de Nederlandse universiteiten, in het bestuursmodel, toch vooral een leiderschap dat bestaat uit een upward accountability. Hè? Dat je dus als het ware rekenschap afgeeft, vooral naar boven. Hè? Naar bijvoorbeeld in het geval van de rectoren, of überhaupt het CVB, naar de Raad van Bestuur. Sorry, de Raad van Toezicht, zoals dat heet. Hè? Natuurlijk zijn er ook andere accountabilities, maar wat bijvoorbeeld aan mijn universiteit onlangs is gebeurd, is het hele CVB opnieuw voor 3 jaar, geloof ik, of is het 5 jaar, dat weet ik niet, maar voor een nieuwe periode is aangesteld, dus is verlengd. Maar ons is nooit gevraagd, wat vinden jullie nou eigenlijk van het CVB? Hè? Wat zijn jullie meningen nou over de rector? En misschien kunnen ze wel wat van leren, hè? Zou ik denken. En dat vind ik heel gek. Dat dus, en dan gaat het niet alleen om de professoren, maar eigenlijk om alle wetenschappelijk personeel en ook trouwens niet-wetenschappelijk personeel. En dat vind ik heel jammer. Dus je zou denken, je wil meer checks en balances ook hebben. Hè? Dus niet alleen upward, maar ook downward accountability. Die ook echt bestaat uit het vragen van wat kan beter. En dan ook, zeg maar, dat ze meenemen en niet alleen maar zo automatisch weer opnieuw iemand voor een periode voor 5 jaar aanstellen. Ja, Melle. Het is al 9:30 en ik wil eigenlijk Remco ook nog even het woord geven om in deze discussie nog wat te zeggen, ook vanuit het perspectief van de studenten. Want die zijn eigenlijk nog maar weinig in beeld geweest in het gesprek, terwijl het ons daar uiteindelijk allemaal ook heel erg om gaat. En ik heb zo het vermoeden dat Remco daar ook iets over wil zeggen en misschien in brede zin nog wel reflecteren op dit gesprek. Ja, nee, dank je. Nee, inderdaad, de studenten dat zijn toch echt wel de sleutel, denk ik, als we dingen willen veranderen. Uiteindelijk willen we dingen ook veranderen voor onszelf, maar net zo goed voor onze studenten. Dus wat dat betreft begrijp ik heel goed de aarzeling om dingen dicht te gooien als studenten er dupe van zijn. Nou, de vraag is, zijn ze daar de dupe van? Ik denk uiteindelijk niet. Is het handig om dat nu te doen, terwijl de coronacrisis rondom ons speelt? Dat weet ik niet. Die vraag ga ik even heel makkelijk uit de weg. Maar ik denk, we kunnen altijd wel een reden vinden om het niet te doen. Straks zijn we uit de coronacrisis. Ja, moeten we dan de universiteiten weer dichtgooien? Wie weet wat er nog meer gebeurt. En ik denk dat het toch een heel belangrijk punt is waarin we misschien ook wel wat consistenter moeten zijn. Onze studenten zijn bijna meerderjarig. Het zijn volwassenen. Ik probeer ze zo te behandelen en volgens mij mijn collega's ook. Dat betekent niet alleen intellectueel, maar ook als volwaardig burger van deze maatschappij. En dan is het nou eenmaal zo dat ons overwerk
over het algemeen hun opleiding voor een belangrijk deel mogelijk maakt. Dat kan je ze vertellen. Niet iedereen zal er even goed op reageren, maar veel wel, denk ik. Dus wat dat betreft denk ik dat we studenten serieuzer moeten nemen, juist door ze het moeilijker te maken. Ja, dan heb je hier meteen mijn onderwijsfilosofie in een notendop ook meegekregen. Maar ik denk het serieus wel. Het op den duur, en ook de andere generatie studenten die niet hoeven te lijden, worden hier echt beter van als wij een betere manier weten te vinden om de wetenschap en de samenleving duurzaam te plaatsen. Dankjewel Remco, prachtig. Ik denk ook wel een heel helder pleidooi. Het laat ook heel duidelijk zien hoe ongelooflijk complex het is. Ik vind het ook eigenlijk wel mooi om weer met de activistische spirit te eindigen als waar we mee openden. Want we gaan natuurlijk nooit deze discussie tot een besluit brengen. En het is al heel moeilijk om in 25 minuten iedereen aan het woord te laten komen. Maar ik vind het fijn dat we ook op deze manier kunnen eindigen. Dat we dat gevoel van urgentie hoog houden, dat het ook uiteindelijk gaat om studenten. Dat vond ik ook heel mooi dat de onderwijsdimensie een grote rol speelde in het debat. Wat ik eraan overhoud is dat we met z'n allen echt het hele perspectief op tafel hebben gehad. Door nu met z'n allen aan tafel, dus jullie zitten natuurlijk wel vaker met elkaar aan tafel. Maar toch door zo met een groep van 200 mensen die met ons meeluisteren, alle hoeken en gaten van de discussie te verkennen in hun onderlinge samenhang vind ik heel bijzonder. Ik heb daar zelf heel veel van geleerd en ik hoop dat het ons allemaal kan stimuleren om goede uitwegen te vinden uit het trilemma. Quadrilemma, pentilemma wordt het misschien wel uiteindelijk als we het leiderschap ook nog echt meenemen. In ieder geval, er is een hoop werk aan de winkel. Dat laat het zien. We hebben allemaal een gedeeld commitment, een gedeeld engagement. We willen allemaal uiteindelijk hetzelfde. En ik hoop dat het manifest en de discussie die we er nu over hebben een mooi begin is van een nieuwe toekomst misschien van de Nederlandse Universiteit. Heel veel dank voor jullie bijdrage allemaal. En ik hoop dat we elkaar ook straks, als de crisis voorbij is, weer eens een keer live kunnen zien. En dan het glas kunnen heffen om op een fijne manier op deze discussie terug te kijken. Dankjewel allemaal. Iedereen thuis ook bedankt voor het deelnemen. Tot ziens. En dan gaan wij geloof ik naar een andere ruimte om na te praten. Als we naar een andere ruimte gaan, kunnen we de Q&A's niet meer beantwoorden. Maar... Dat is waar. Hopelijk worden die opgeslagen. Ik weet eigenlijk niet hoe dat gaat werken. Wat ik...